En u ook? Dan hebben we nu een trio, dames en heren. Een trio, de drie zusjes van Wesley, misschien, wie weet, hè? Dat zijn Natasha, Judith en Debbie. Hopla, de eerste. En wie ben jij? Hoe is jouw naam? Wat, Debbie? Debbie? Hai, ga jij allemaal op je plaats staan? En dat is? Judith. Judith. En dan is dat? Marissa. Marissa. Er komt er nog eentje. Marissa, was hadden we al eens een keertje? Nog een klein momentje, nog een klein momentje. Is een accidentje gebeurd? Of niet te erg, hoop ik, hè? Hè? Ja, de telefoon staat er nog voor Wesley die er is. Je kunt een 100 bellen als het erg is, hè? Zien ze er niet prachtig uit, hè? Het mooie blonde meisje in het midden, mooi geëscorteerd door twee jeugdige dames. Natasha, waar zit je? Daar is ze. En onze jongste deelnemster, dames en heren. Natasha, geef ze een applausje. Hallo. Mooi, hè? Mooi, mooi, mooi. Dames en heren, zij gaan u een prachtige vertolking geven van een nummertje van Isabella A. Isabella A, zei ik dus. En het noemt... Heel lekker beest. En dat geldt voor ze alle vier. Zijn we klaar voor? Handjes in elkaar. En daar gaan ze. Heel lekker beest. Natasha, Judith en Debbie, proficiat, hey. En je hebt mooie schoentjes aan, hè? Oh, die zijn mooi.
Kijk eens, bloemetjes voor jullie allemaal. Ja, Marissa heeft er al gehad daar straks. Maar ze zegt er nog eens. Oh my, zeg. Goed zo, prima. Bedankt. Kom, jullie mogen terug naar beneden. Hè? Want er moet nog iemand optreden. Hè? Kom maar, geef maar een handje. Zo, voilà. Dan hebben we nog één optreden voordat we even gaan pauzeren. Als je het goed voor hebt, is dan ook het moment van de tombola. Die zal u aangeboden worden. Dat klopt, hè? En we krijgen nog één optreden, zoals gezegd, en dat is Pamela. Hola, Sputnik Pamela. Hè? Wat wil dat zeggen, Sputnik? Weet jij dat? Een merk van kleren. Dat is een merk van kleren, ja. En weet je wat dat nog betekent? Dat is iets wat rond de aarde draait, hè? Zo'n een kunstmaan, zoals bedacht. Hoef je helemaal niet te weten, hoor. Hey. Alhoewel, Sputnik, dat zweeft nog hoger dan de wolken. En dat liedje wat jij heet, dat heeft er ook iets mee te maken, hè? Hoe heet jouw liedje wat jij gaat zingen? Ik ben in de wolken. Ik ben in de wolken en vandaar die Sputnik. Voilà, we zijn er. Jij gaat dus van Petra toch, hè? Niet, wie zingt dat liedje? Van Jasmin. Oh, maar dat wist ik niet. Dat wist ik niet, maar we gaan er eens heel aandachtig naar luisteren. Dames en heren, uw applaus voor Pamela. Nemen. Prima gedaan. Zo,
dames en heren, dan gaan we even pauzeren. De tombola komt eraan. De dames zullen dat bij u aan tafel komen aanbieden of aan de toog voor de tooghangers. Hè? En straks over een kwartiertje, 20 minuten, zijn we er terug. En dan komen wij terug voor het tweede gedeelte van deze mini-playback show. Want waarom zouden we in godsnaam twee keer het eerste deel gaan doen? Dat doen we niet. Zo, dames en heren, hier zijn we dan voor het tweede gedeelte van onze mini-playback show van vanavond. En het zijn er een stuk of 10 optredens, dus we hebben nog heel wat te verwachten. En we hebben een schitterende opening, dames en heren. U gaat zien hoe snoezig dat ze eruit zien. En een taperend applaus geven we zelfs opkomen. Hier zijn de Bubbles! Dat zijn Jessica, Bianca, Romina, Christine en Jessie. En ze hebben allemaal iets moois voor liggen. Dames, zeg, mag ik jullie eens wat vragen? Als jullie gaan dansen, zijn we ze een beetje naar voren te komen. Hè? Voor Jean-Pierre, daar achter de video. Hè? Dat hij alles goed kan opnemen, oké? Dus als je begint te dansen, mooi naar voren lopen. Dames en heren, ze brengen u een prachtig exotisch nummertje. Het noemt ook Tropical Exotic. Hier zijn de...